Wethouder Stukker en DJ Wijnand Speelman openden het Beursplein. Woensdagavond werd in de Grote Kerk het Beursplein Serious Edition gehouden. De opening werd verricht door wethouder Nathan Stukker en NPO 3FM DJ Wijnand Speelman. Michiel, geen beursvloer, maar een beursplein. En niet het normale aanbod, maar in de Grote Kerk. Laten we eens beginnen bij het begin. Waarom in de Grote Kerk? Omdat eigenlijk alles wat hier gebeurt gaat over vraag en aanbod. De Grote Kerk heeft zijn locatie aangeboden. En wij vinden het ook een fantastische locatie. Zul je vanavond zien als het donker wordt met de belichting die we uitgekozen hebben. Om een keer iets heel anders te doen. Dus een fantastische locatie. En wat zijn de verwachtingen? Want die hebben jullie ook ongetwijfeld. Ja, die zijn best hoog. Het is natuurlijk een eerste keer dat we dit doen. Het is onbekend voor Apeldoorn en het is voor Serious Request, wat ook eenmalig is in principe. Daarentegen zijn er veel aanmeldingen via internet gekomen en we hebben natuurlijk heel veel in het netwerk geroerd. En verwachten toch wel een mannetje of 200, 250 vanavond. Ruim 150 belangstellenden waren aanwezig en er werden 58 matches gemaakt. DJ Wijnand Speelman was er vooral om aandacht te vragen aan de actie van 3FM Serious Request. Aangezien we net de bekendmaking van het thema gehad hebben en dan eigenlijk alles in werk gesteld wordt om een zo mooi mogelijke editie te organiseren en zoveel mogelijk geld op te halen voor de Stille Ramp. Ik ben dan, noem mezelf altijd de ambassadeur van de Stille Ramp. Ik ga dus ook samen met het Rode Kruis dit jaar weer naar Nigeria om daar reportages te maken voor televisie en voor radio. Die moet allemaal weer geëdit worden, klaargemaakt worden voor die laatste week voor kerst. En dan gaan we los in Apeldoorn. Nou, dan wou ik inderdaad even een vraag, want dat hoor ik net. Jij gaat echt beeld en geluid krijgen, hè? Ja, zeker. Ja. En wat verwacht je daarvan? Dat maakt op mij altijd wel heel erg veel indruk. Ik ben de afgelopen jaren in Rwanda, in Congo geweest, vorig jaar in Ivoorkust. En dat is vooral heel erg indrukwekkend als je als Nederlands jongetje wat alles altijd gekregen heeft, of in ieder geval alle mogelijkheden tot zijn beschikking heeft om in een land te komen waar het heel erg anders is en waar heel veel tekortkomingen zijn. Zoals dan in Congo bijvoorbeeld, Oosten, waar ik geweest ben, waar nog steeds heel veel geweld woedt, veel oorlog is, Ivoorkust, waar heel veel armoede is. Dus dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Een streefbedrag noemen voor de actie vindt Speelman echt iets Nederlands. Er wordt elk jaar naar gevraagd, omdat wij in Nederland zo in elkaar steken. We willen altijd meer, het moet altijd beter. Maar ik heb met eigen ogen gezien wat het succes kan zijn van 100 euro. Dat al mensen kan redden. Ik heb gezien hoe je met zelfs 25 euro een kindje naar een kliniek kan brengen. Dat heb ik vorig jaar gezien in Ivoorkust. Wat zo gered kan worden van een longontsteking waar we vorig jaar geld voor inzamelden. Dus voor mij is iedereen die geholpen wordt, is winst. Dus ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen helpen en dit jaar zoveel mogelijk mensen bij elkaar brengen. Want daar doen we het voor. 4 miljoen mensen, ouders en kinderen die elkaar door een conflict of een ramp uit het oog verloren zijn. En elk kind wat we kunnen herenigen met een ouder, elk ouder wat we terug kunnen brengen bij een kind, dat is voor mij winst. Het Beursplein is voor het eerst ook online te bezoeken. Waarom? Omdat wij het belangrijk vinden dat er de komende weken, de komende 100 dagen, heel veel vraag en aanbod bij elkaar komt, dat er zoveel mogelijk acties voor Serious Request gerealiseerd kunnen worden. En we weten ook via de gemeente onder andere dat er heel veel mensen met ideeën rondlopen, met plannen rondlopen waar iets aan ontbreekt. En er zijn ook anderen die dat wel hebben en dat proberen we bij elkaar te brengen. Kun je het online adres al vertellen? Ja, dat is beursplein.sra17.nl. Door een korte brand heeft een jurygebouw van de BMX-vereniging in Apeldoorn veel schade opgelopen. De brand werd rond 8:30 s'avonds gemeld. Door het snelle optreden van de brandweer is er geen schade in het gebouwtje. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. De politie houdt rekening met brandstichting en doet onderzoek naar de oorzaak. Bij steekpartij donderdagochtend is een gewonde gevallen. Dat gebeurde op de parkeerplaats van hotelrestaurant De Echoput aan de Amersfoortseweg in Apeldoorn. Volgens de politie gaat het om 4 mannen die verdacht worden van het steekincident. Zij zijn met een auto er vandoor gegaan. De gewonde persoon is door het ambulancepersoneel behandeld. De toedracht van de steekpartij is niet bekend. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen. Morgen is het zwaar bewolkt en valt er veel regen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 16 graden.
In de avond en nacht blijft het wisselvallig, maar neemt de wind iets af. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Zaterdag en zondag wisselen buien en zon elkaar af. Zondag staat er veel wind. Overdag wordt het rond de 17 graden en 's nachts rond de 11 graden.